Hi Stier, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot op YouTube en Miwi en Buddy Advies op Facebook. Alsjeblieft word lid van allebei de kanalen, dan word je gelijk echt op de hoogte gehouden van wanneer er iets nieuws gedownload wordt of wat er gaat gebeuren, want ik ga ook live elke dag. Dit is de Nederlandse versie en ik gebruik de Mythic Tarot en dit heeft met mythologie te maken, astrologie, de Griekse goden en Rome. En daar ga ik een serie over maken. Maar het zal in Engels zijn, maar je kan het wel volgen met ondertiteling. Sorry. Dit is voor de week van 29 april tot 5 mei. En jullie hebben de keizerin. Zij staat voor vruchtbaarheid, geboorte, nieuw begin en oosten. En hier zie je haar aan het oosten. Ik ga niet in de mythologie zitten te veel, want ik hou bij de basisinformatie, omdat dit ook een wekelijkse kaart is. Als je meer wilt weten over mijn kaarten, dan kan je ook in de videoplaylijsten kijken. En daar heb je ook andere decks die ik gedaan heb, zoals de Lenneman en de Vice Versa deck. De keizerin die heeft een duidelijk verduidelijkingskaart van de Lenneman en dat is de toren. De toren in Lenneman betekent ambitieus en als je de top behaald hebt, dan kan het eenzaam zijn, ze vergeet de mensen om je heen niet. Okay? En het kan ook betekenen dat je hulp krijgt van instanties zoals ziekenhuizen. Bijvoorbeeld als je gaat bevallen of als je zwanger bent, dan krijg je echo's. Zo dan moet je naar een ziekenhuis. Het kan een school betekenen, maar het kan ook omdat zij voor bevruchting staat of vruchtbaarheid, groei en geboorte en een nieuw begin. Kan je misschien ook gaan, en ze is hier aan het oosten, misschien krijg je wel wat geld terug van de belasting. Dat is ook een instantie. Misschien heb je steun nodig voor je kind op school. Zo, laten we kijken hoe het verder gaat. Het is ook een nieuw begin, zoals ik zei. En je hebt weer de toren, maar dan van de tarotkaarten. En de toren bij de tarotkaarten betekent een onverwachte verandering. Want de bliksem slaat in, iets was niet gebouwd op goede fundering. Zo, er is weer een nieuw begin, een totale onverwacht nieuw begin. Wees niet bang, want als je een deur dicht gaat, gaat er ook weer 20 open. En deze kaart, als clarificatie kaart, het kind, betekent dus ook een verandering. Misschien heb je geen kinderen of kan je niet zwanger raken en boom, onverwacht ben je zwanger. Het kan ook spontaniteit zijn, het kan ook, omdat dit ambitieus is, misschien ga je leren. Net zoals ik zei, school is ook een instantie. Misschien moet je onverwachts, krijg je toch een plekje op de universiteit of op een school voor je kind of voor jezelf. Het kind heeft ook het boek van het leren, want het kind moet nog leren. Want het wordt onschuldig geboren zonder kennis. Maar ook speelsheid en spontaniteit. Zo misschien is deze grote verandering juist goed om de spontaniteit in een relatie weer een fris blik te geven. Aan het eind van de week heb je ook weer de dood. En dat is ook weer een einde aan een fase en een nieuw begin. En hier heb je het gezien. Zo misschien inderdaad krijg je een kind. Of hoor je van iemand die een kind gaat krijgen. En deze wordt verduidelijkt door de vrouw die naar het nieuwe begin kijkt. Zij kijkt eigenlijk door het raam. Zij is een hele sterke vrouw. Ik gebruik de Expanded Deck. Dat is de uitgebreide deck van Lenneman. En dit is een van de nieuwe kaarten. Deze vrouw weet wat ze wilt. Zij is eerlijk. Haar borst is bloot. En ze is open tot nieuwe dingen. Maar ze weet wat ze wilt. En ze wilt dat nieuwe begin. Misschien wel een nieuwe relatie. Ze draagt ook de kruis met het cirkel van de vrouwen van de planeet Venus. En Venus is de planeet van liefde. Zo misschien heb je wel een nieuw onverwacht begin in de liefde. En dat is vruchtbaar en het gaat groeien.
En daar kan je ook misschien trouwen. Het gaat leiden tot trouwen. Ik zou ook zeggen, kijk even de Engelse versie, want het is wel een beetje verschillend. Elke lezing is anders. Het laat je ook zien dat elke lezing anders is. Stiertje, je hebt ook aan de onderaan het dek heb je de Rad van Fortuin. Dat betekent weer een einde aan een fase, een nieuw begin. Jullie week is echt, echt een nieuw begin. Sterk. Misschien ga je wel verhuizen. En misschien ga je wel van je moeder een vadershuis weg, je familiehuis naar je eigen huis in een flat. In een hoog gebouw ga je wonen. Misschien ga je wel in een gewoon huis wonen met een tuin. Maar je kan ook op vakantie gaan. En dan kom je ook onverwachts op vakantie gaan. En dat brengt ook weer nieuwe liefde. Spontaniteit, speelsheid. En misschien brengt het ook je kind. Als je op vakantie gaat, ga je ontspannen. Je denkt niet na als je probeert voor een kind. Ik denk dat het je gaat lukken. Het is zeker ergens een nieuw begin. En wees voorzichtig met de Rad van Fortuin. Luister niet naar de geesten. Dit zijn de drie stages, heeft met mythologie te maken, maar dat zal je terugvinden als ik die serie ga doen. Maar ik gebruik het in deze deck als luister niet naar roddel, luister niet naar die stemmetjes van twijfel. Alles kan, je kan altijd, mijn moeder zei altijd, je kan, hoe noem je dat nou? Je kan altijd een mouw eraan breien. Dus wees voorzichtig wat je doet als je niet zwanger wilt worden. Neem dan protectie. Wees voorzichtig wat je zegt en wat je doet. Wat rondgaat, komt rond. Wat naar boven gaat, komt ook weer naar beneden. Maar je komt aan een einde van de fase en heel veel nieuwe beginnen. En je themakaart is nieuw begin. Zo duidelijk in deze lezing heb ik het nog nooit gezien. Het is verbijstering voor mij, maar elke lezing is weer anders, zoals ik zei. Het is een algemene lezing. Misschien resoneert het niet met sommigen van jullie, maar ik hoop jullie wel te zien in de live sessies. Ik ga elke dag live wanneer ik kan, want ik werk ook hiernaast. En daarom verschilt de tijd wel eens. En daarom heb ik ook al de vierde week gedaan van april, omdat ik zo druk ben. Hou je taai en geniet van de lezing en wees gezegend.